Ja, dat begon bij verbijstering en nu langzaamaan treedt woede toch wel op de voorgrond. Het is een straf die niemand had zien aankomen inderdaad. En ja, geen idee waar dit nu vandaan komt, zeg maar, want deze straf bestaat formeel niet. Dus hoe de licentiecommissie en de KNVB dit besluit hebben kunnen nemen, dat ik wacht op de uitleg van FC Twente, die hebben meer informatie daarover. Zoals we allemaal om meer informatie zitten te wachten eigenlijk.